Bed, waar zijn we nu precies? Wij zijn hier in het provinciehuis en we zijn hier eigenlijk in het politieke hart van het provinciehuis. Hier vinden alle statenvergaderingen plaats. Politieke partijen die bereiden hier de vergaderingen voor. Dus je ziet hier ook een aantal kamers waar ze dat kunnen doen. Ja, dit is eigenlijk de plek waar het gebeurt in het provinciehuis. Mooi, laten we even gaan kijken. Ja. Wat voor mooie dingen heeft de provincie en mensen nog meer te bieden? Ja, de provincie Overijssel is een hele goede werkgever en dat willen we ook graag zo houden. Dus wij bieden heel veel ontwikkelkansen aan medewerkers. Als je bij ons in dienst komt, natuurlijk je start op een functie, maar je hebt heel veel mogelijkheden om andere dingen te gaan doen. Wij hebben hoog in het vaandel staan talentgericht werken. Dus we kijken naar waar ben je goed in, zodat je echt met passie en energie je werk kan doen. Daar hechten wij heel veel waarde aan. Wat heeft de provincie en medewerker nog meer te bieden? Nou, dat talentgericht werken, daar geven we handen en voeten aan via een talententafel. Daar komen klussen op, dat zijn meestal tijdelijke klussen, een beetje kortdurend. En dan kan je gewoon, als je dat leuk vindt, kan je op zo'n talentklus meedoen. Tof. Daarnaast krijg je een persoonlijk ontwikkelbudget, 5000 euro. Mag je opleidingen doen om jezelf te ontwikkelen. Kan een webinar zijn, kan ook een andere opleiding zijn en kan zelfs een opleiding zijn gericht op je toekomstige baan. Tof, leuk, klinkt goed. Bedankt dat ik even mee mag kijken. Ja, graag gedaan. Bedankt voor je belangstelling en we zien elkaar. Yes, hoi. Oké, hoi.